Welkom bij de hoogtepunten. Op zich goed nieuws voor jou, Matty, want jij bent niet meer de enige die hier schade heeft gemaakt in de studio. Klopt, ik heb natuurlijk ooit een blikje energy drink in het mengpaneel gegooid. Nou, er is nog meer schade. Door wie? Dat ga je zien. Ja, en we hadden lekker de slappe lach, hè? We hadden lekker de slappe lach. Vergeet het niet, maandag de top 500 van de Zero's. Nostalgie, zin in, fijn weekend. Bye. Matty en Marieke. Ik pakte vanmorgen mijn kwark uit de koelkast. Ik had al wat in mijn handen. Flat. Ah, ja. Zo over de grond. Ach. Nu kan ik natuurlijk slecht tegen verandering en ik wilde geen ander ontbijt. Dus ja, ik heb iets gedaan waar nu eigenlijk achteraf 4 uur later ook mijn maag van omdraait. Ik heb het opgeschraapt en terug in het doosje gedaan. Nee! Ja. Ja. Ik heb een belangrijke vraag. Ja, ja. Heb jij bij het opscoepen van de gemorste kwark doorgescoopt tot de vloer? Of heb jij, zeg maar, met de lepel de vloer niet geraakt? Dus nee, heb 100% de vloer geraakt. Wat goor. Ja, maar is dat dan zo goor? Ja, dan zit er toch ook gewoon schoonmaakmiddel op die vloer. Is toch gewoon zo'n vies? Ik proef wel een beetje chloor ook, inderdaad. Ik zie het ook, je tanden zijn zo wit. Stichting Signi is met een team van 6 mensen en 4 honden onderweg naar de Marokkaanse stad Marrakesh. De bedoeling is dat de honden op zoek gaan naar aardbevingsslachtoffers die nog onder het puin liggen. Je hoort een woordvoerder van Signi. Oh. Sorry, dat is de verkeerde kant. Dit is niet de woordvoerder. Het zijn per ongeluk honden die je hoort. Je gaat op het baasje lijken en vice versa, zullen we maar zeggen. Het weer van Weerplaza. In het noorden kan het nog regenen, verder droog en zonnig. En dan verkeersinformatie van Flitsmeister. 2 opvallende vertragingen. Dan wordt er geflitst langs de A7 in de richting van Bolsward. Bij je zeven. Laat maar zitten. Sorry, ik kan gewoon niet meer. Je gordijnen wassen. Nee. Je gordijnen wassen? Ja, of ja. Onderhouden, stomen, kan natuurlijk ook. Zeker als je vitrage hebt, een beetje zo dat zijn een beetje die, weet je wat dat is? Ja, ja, ja. Die lichte gordijnstof. Ja, ik ben geen kikker. Ja, weet je wat het is? Gaat het, mevrouwtje? Hey Mariek. Ja? Ik had gisteren de puzzel van het Parool, de fotopuzzel. Oh, die moet ik nog maken. Leuk. Binnen een kwartier af. Oh, leuk. Ja, het is een hele makkelijke deze week. Ik ga daar vanmiddag eens even lekker voor zitten. Ook even time, alsjeblieft. Het is nu mijn nieuwe favoriet. Ja. Ik dacht eerst, wat moet jij nou met die puzzels toch reed aan? Die is heel leuk, die fotopuzzel. Ja. Ja, nou ja. Echt een bejaardengesprek. Ja, dat weet ik, maar ja. Het lijkt wel een bejaardentehuis. Ik had de puzzel in een kwartier af. Hij is echt heel leuk deze week. Ja, met een klein lekker met een havenkappertje in de hand. Ja. Heerlijk. Of een wijntje ernaast. Oh, Arnie, zeg maar niks. Gaan we een avocaatje doen. Morgen weer weekend. Schaaltje nootjes. Schaaltje nootjes en een avocaatje. Bruschetta. Ja? Ja, heerlijk. Daar maak je me zo blij mee. Ik vind het ook leuk om zelf te maken. Echt? Oh ja? Ja. Maar echt lekker met tomaten. Dan ga je een beetje choppen en snijden en zo. Ja, ik weet het. Dit wordt een hele scherpe ondervraging. Want ik heb weer de schijn tegen natuurlijk als het gaat om koken. Zal ik eens even kijken welke recept ik als laatste heb opgezocht? Ik geloof wel dat jij dit in de vingers hebt. Ja, maar dit wordt altijd een heel naargeestig sfeertje als het gaat om mijn kookkunsten. Ja, en ik ben daar ook ik wilde ook een beetje me afrekenen. Dus je kan ergens ook mijn rug op. Ik vind het, dat ik nog aardig blijf, zeg maar. Hier, met parmezaanse kaas. Oké. Okay. En een beetje rucola. Ook lekker. Ja. Kruidenkaas. Zo ziet het eruit. Dus er staat helemaal een kaars naast en het is op een plankje. Ben je aan het daten? Nee, dit is van een tijdje geleden. Geweldig uit. Ja, maar dit maak ik voor mezelf. Ik kan niet anders zeggen dan dat het hier een heel lekker vrijdagmiddag borrelplankje. Dat dacht ik wel, Marieke Elsinga. Zowel om 6 uur als om 8 uur zit jij voor het journaal. Ja, 6 uur en 7:30. En op een zeker moment, Annemarie, brak jij. Jij moest huilen bij het nieuws dat de BCC failliet is. Ja. Ja. Had je nog garantie op een wasmachine? Of? Nee, nou, dan zie je die blauw-groene winkel voorbij komen. En er overviel mij een gevoel van nostalgie. Want op een gegeven moment zag ik mezelf, ja, ik werd gek hoor. Zag ik mezelf als klein meisje bij de BCC in Heemskerk staan, waar ik mijn eerste stereotoren ging kopen. Dat is zo'n pijler in het straatbeeld als het gaat om winkel. Ja. Een zonnebrilkoortje. Ja. Ja. Heb ik tegenwoordig. Oh, heb jij dat? Ja. Ja. En is dat omdat je je zonnebril snel kwijtraakt? Ja. Ach jeetje. Ja. Ik zou willen dat ik met alles in mijn leven er een koord aan kan binden. Aan je vriendinnen? Blijven ze bij je? Nou, bijvoorbeeld.
Bedankt, leuke opmerking. Echt leuk. Open zenuw. Ik had meer over pinpassen, maar goed, geef niet. Ja, okay, gaan we verder met de volgende. Ja, Annemarie heeft schade gemaakt deze ochtend bij Q-Music. En niet zo'n beetje. Wil je het zelf vertellen of vertel ik het? Ik ga naar de wc en je moet je voorstellen, wij zitten hier een beetje ingepakt in snoeren en kabels voor het geluid. Precies. Nou, dat gaat gepaard met twee kastjes. Die klik ik altijd heel netjes aan mijn broek. Wat overkomt mij vanochtend? Dat kastje valt in het water. Ik doe mijn broek naar beneden, klek. En ik dacht, oh nee. Toen ben ik naar Joe gegaan, want Joe, dat is gewoon de eerste waar je heen moet. Weet je. Ja. Je moet niet bij jullie zijn, want jullie worden of boos of flauwe grappen. Joe, help mij. Hé, hey. Is iets heel ergs gebeurd. Heb je hem laten vallen in het water? Ja. Hij doet niks meer? Nee. Okay. Sorry. Ik heb dat droog gemaakt. Ja, maar dat... Kijk, het zit hier. Ja, hij is echt goed ingevallen. Ja, fuck. Ja? Nog niks zeggen, alsjeblieft, ja? Ik heb het al gehoord, schat. Moet Mattie dit weten? Ja, lieverd, ik heb het al gehoord. Nee! Ja, natuurlijk, schat. Je microfoon staat toch gewoon aan? Oh, die wilde ik aan had gezegd. En hoe lang wilde je dit geheim houden? Hoe lang wil je het geheim houden? Joe, jij hebt opgezocht wat dat kastje kost. Ja, dat kastje kost €500. Oh, god. Bedankt voor het kijken naar de hoogtepunten. Super dat je het weer helemaal uit hebt gekeken. Ik heb jou een bakje koffie gehaald. Dat is heel erg lekker. Namelijk heel leuk om af en toe eventjes een bakje koffie voor je collega's te halen, Mattie Valk. Ja, maar iedereen haalt het voor zichzelf toch? Gaat het goed? Nu is heet. Huh? Mattie en Marieke. Q-Music. Mattie en Marieke.